Een hele goede morgen nog hier op de valreep. Het is nog geen 12 uur, dus goedemorgen. Ja, wij zijn natuurlijk weer Corina en de Beestenboel. Ik zit vlakbij mijn hondje Woefwaf, Frodootje. Ewen die komt erbij. Mevrouw, zegt ze, en kan de envelop nou net naar de keuken toe. Dat, het is koud. De zon die schijnt wel, maar het is ook zo koud. Het is vandaag 17 november. En hoe laat, het was nog geen 12 uur zeg ik, maar hoe laat is het precies? 11:40. Dus 11:50. Er is ook vandaag Sinterklaas optocht. Zowel hier in de stad, zowel televisie. Ik blijf lekker thuis voor de televisie hangen. Het is hier wel vlakbij hoor, maar het is daar op de vlakte. Cape Holland, weten jullie wel. Ik ben er wel eens overheen geweest met jullie. Maar mij te koud hoor, echt. Ik ga er niet naartoe. Plus daarbij, we hebben oproeikraaiers in Den Helder. Die zijn vanochtend met de trein aangekomen. Ja, mocht allemaal van de burgemeester, dan had ze geweerd. Wegwezen. Jullie horen hier niet thuis, het is een kinderfeest. Blijf met je handen voor de kinderen af. Wegwezen. Maar nee, hij liet ze toch weer toe. Daar hoor ik niet bij. Nee. Dus ik blijf lekker thuis. Ik wou eerst wel, maar ook onder kou. Dan kom ik ziek thuis. Ik kan niet vasthouden, dan verkramp ik helemaal. Nee. Lekker thuis blijf bij mijn diertjes. En ik hoor buiten, als ik even naar buiten toe ga, hoor ik wel allerlei geluiden. En ja, je hebt nog niet pieten die voorkomen en bootjes bol toeteren en doen. Dus ja, leuk allemaal. Maar in ieder geval maakt het ook allemaal niet uit. Ik blijf lekker gezellig bij mijn diertjes. En we gaan gewoon Sinterklaas op televisie kijken, waarom niet? En de burgemeester vandaar, weet ik veel, het is al zo vaak gezegd, als meer, geloof ik, dat hij binnenkomt. Maar in ieder geval, de burgemeester heeft daar ook goed gekund, maar ze hebben daar een speciaal vak voor die lui die niet weet van de herkomst van Sinterklaas en Zwarte Piet. Die activisten, nou, ik heb geen goed woord voor die lui, nee. Maar in ieder geval heeft hij een apart vak gemaakt. Nou, niet toelaten. Burgemeester, er is ook een uitspraak geweest. Dat is door de rechter van tafel geschoven. Dus laten ze gauw wegwezen. Laten ze naar hun eigen land gaan. Ja, net zoals gisteren in de groep van de 50+. Die was dus gelukkig uit zichzelf al weggegaan, dus die heb ik niet eruit hoeven te zetten. Maar dat was gewoon een blanke man en die was er ook op tegen. Maar hij is wel mijn geld gebracht. Nou, wegwezen. Nou moet je dat nou zien. Dan moet ik dus uitkijken als ik weer wegrij hier, hoor. Maar oké, lieve vrienden, ik ga koffie maken. Ik ben er langs. En dat even een broodje en dan als ik tussen de naar Sinterklaas komt daar echt wel. Ga je even lekker Sinterklaas kijken en gewoon even fijn bij mijn diertje zitten. Want dan komt toch het kind zijn in de mens naar boven. Want ook al zou ik aan de kade hebben gestaan om te kijken, dan glunder je toch, weet je. Ook die kindersmoedjes, je glundert automatisch mee. Maar ik kan ze wel boos worden als gekleurde pieten bij zijn. Dan zou ik zeggen, ga jij eens even snel naar huis, want je bent zo ziek. Je ziet groen, geel, paard en ellende, zo ziek ben je. Kom maar terug als je weer helemaal zwart bent. Ja toch? Ja, zo wordt het. Helemaal zwart, dat zijn onze pieten. Ik zeg, duimpje omhoog als jullie mijn kanaal leuk vinden. Vinden jullie niet leuk? Even goed duimpje omhoog, want er komen wel leuke vlogs aan. Ja, ook de omgedraaide wereld komt er weer eens aan. Ik zou nog eens een keer een puzzelfilm maken. Dan gaan we de filmpjes door elkaar heen hutselen, maar daar moet ik zelf mijn hoofd bij houden. Dus maar dat komt allemaal goed, ik zou zeggen.
Tot later. Ja, ik zit gezellig met mijn diertje, met mijn hondje, met mijn hoefie, met Frodootje dus. Televisie te kijken naar de Sinterklaasintocht. En het is dus de Zaanstad waar ze binnenkomen. Ik was dus met Aalsmeer in de war. Zaanstad, ja. Daar komen ze binnen. Ik denk, ik zal het even weer recht zetten, mijn fout. Ja, iedereen weet het natuurlijk wel. Maar behalve, ik haal het allemaal weer door elkaar. Maar het maakt niet uit. Ik ga verder genieten. Ik ben blij dat ik binnen hoef te blijven. Dat ik er niet uit moet. Want, oh, ik heb net buiten geweest in de tuin. Maar het is ook zo koud. En Jeroen, die zegt ook op televisie. Ze waaien daar zo wat weg. Het is ijs en ijs. Koud. Dus ja, ik ben blij dat ik binnen blijf. Ik zou zeggen, tot straks, lieve vrienden. Ja, lieve vrienden, en het is al knap weer donker. Ja, ik heb zelfs nog een grote lamp bij vandaan. Dat, daar ligt Frodo. Hè? In het zonnetje voor de lamp. Hier hebben we meneertje Gandalf. Gandalf. Miauw, ja. Oh, goeie, dikkie. He? Nou, en daar is ons prinsesje Eowyn. Ja, met haar speelgoedmuis. Hé? Ja, meisje toch. Hé? Ja. Nou, ik heb net even een plaatje gemaakt op mijn computer. Ik zal het lamp minder scherp zetten. Ik weet niet of dat... Ja, moet eventjes... Laag, zo. Nou, dat is toch mooi? Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Een liefdevolle avond gewenst. Nou, die heb ik dus net even zelf in elkaar gezet. Dus ja, dan is het toch weer leuk, dacht ik. Mijn lamp die doet het niet. Nee, natuurlijk niet. Waarom doe jij het niet? Dan moet ik weer draaien, want kijk het knopje. Ah, daar moet ik wezen. Nou heb ik hem even weer op laag. Zo, dan ben ik ook weer even te zien. Ik ben even met koffie bezig. En ik heb lekker van de televisie genoten. Er waren een paar leuke series op die ik heb gezien. Dus ja, vind ik altijd leuk. Ja. Eventjes mezelf denken moet kunnen in plaats van maar aan het werk, aan het werk, aan het werk voor een ander. En denk ik, neem een vrije dag. Ja, gewoon. Er staat wel een... ik had een video in de videopad. En of die al klaar is, weet ik niet. Moet ik zo even naar kijken. Kan ik die wegbrengen en YouTube. Ja, en dan is mijn camera voor vanavond ook weer leeg halen. Er staan ook twee vlogs op van gisteren en van vandaag. Dus het komt allemaal wel goed. Maar in ieder geval, mijn koffiewater heeft gekookt. Oela, ja, ik schiet uit. Heb ik dat? Ja, dat heb ik. Zet jullie even neer. Zo, ik gelijk al liggen hier op. Kijk eens aan. Hup. En ik zeg, ik neem er een koekje erbij. Waarom niet? Dat soort tip met ook gebruikt. Dus mag er allemaal een keer op. Zo, lekker een gevulde koek. Wat wil een mens nog meer? Hé ja. En ik vind pijn in mijn kaak. Net alsof ik kiespijn heb. En ik heb geen kiesje en geen tanden in mijn mond. Hoe doen we dat? Ik zou het ook niet weten. Maar ja. Meneertje Gandalf die is aan het water drinken op een hele vreemde manier. Die doet zijn poot eerst in het water, dan likt hij hem af en daarna begint hij zelf nog weer eens een keer te blikken. Zo malle poesjebeest.
Je merkt echt dat pootje dan drijf nat. Een malle kat, toch? Maar ja. Oké, ik kan de pret niet drinken. Kan de pret niet drukken, zeg maar. Blijft het doen, gezellig. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Voor degene die nog eten moet, smakelijk eten. Ik moet zelf ook nog eten, hoor. Maar ja, ik eet al altijd wat later dan een normaal persoon. En ik ben niet normaal, zeggen ze. Dus ja, hoef ik ook niet normaal te eten. Dus ik doe het later, toch? Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles. En ik zou zeggen, tot halverwege de avond. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik zit in de keuken. Ik ga hetzelfde eten dan wat ik gisteren met Astrid heb gegeten. En dat gaat zometeen in de magnetron. Dat is stampot, adijfie, gesmoord adijfie met spekjes, een siepeltje, wat champignonnetjes en een stukje gele paprika in stukjes gesneden. En dat smaakte gisteren toch lekker. En een speklapje erbij. Dat heet ik nou ook weer. Dus ja, ik ga dat lekker opeten. Lekker smikkelen en smullen. Wijntje erbij. Koffie erbij. Dus ja, mijn koffie, mijn kopje staat daar nog. Dat zal ik even halen. En dan ga ik lekker de tafel klaarmaken. En dan ga ik lekker zometeen eten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, een hele fijne avond gewenst. En geniet ervan. Met alles wat jullie doen gaan. En ik zou zeggen, voor later welterusten, lekker slapen, gezond weer op. Degene die naar de kerk gaan, een gezegende kerkdienst. Ik ga niet, ook al is het mooi weer, ik ga er niet heen. Waarom niet? Het is mij te koud. Dan kom ik ziek aan en nog zieker thuis. Ja, en dan krijg ik Chrissy ook nog. Nee, dat doe ik maar niet. Nee. Ik blaas dat wel even af. Moet eens... Meestal ken ik 's winters niet, door de kou. Het enige wat ik doe, dat is noodzakelijke. En dat is mijn boodschappen doen. En dat is dichtbij. Dan hoef ik niet zo ver weg. En dan ben ik ook zo snel mogelijk weer thuis. Ja. Maar ja, we krijgen dus winter. En het was vandaag ook al koud. Ik kan daar niet tegen. Dan gaan mijn vingers pijn doen. En mijn nek gaat pijn doen. En ja, nee. Doe het maar niet. Blijf lekker bij de warme kachel. Ja toch? Kan ook gezellig zijn, zeker. Vooral met mijn diertjes. Kun je het gezellig maken, hoor. En dan met jullie erbij natuurlijk. En even met Facebook. Nou, morgen komt Chrissy, dus wordt er ook weer gevlogd. Is hartstikke leuk. Ja, en ik doe morgen de jurk heel even aan. En dat ding krijg ik in mijn haar. Wat ik met Karen en Roderick een bruiloft aan ga doen. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. En graag tot morgen. Dus aan de andere kant van de nacht. Doei doei!